Beste kijkers, hartelijk welkom op deze 75ste uitzending van Licht op Leiden. Een jubileumuitzending. U had verwacht om hier Rens Heruwer aan te treffen in gesprek met Michael Juffermans, maar door omstandigheden is dat 14 dagen uitgesteld. Wij zijn er nu weer in, ja, met toch ook een gast waarvan we zeggen, daar zijn we heel erg blij mee. Cor Smit, Leidse historicus. Cor, hi Tom. Goedemiddag. Het is natuurlijk op dit moment ook zo dat de helft van Nederland hiernaar kijkt en de andere helft kijkt naar Max. U moet dat zelf uiteraard kiezen, maar het geeft ons wel de gelegenheid om toch een bedankje uit te spreken aan het adres van Paul van Menen. U weet, dit Leids Kamerlid spraken wij een paar weken geleden in de uitzending en wij vroegen hem toen of hij zich realiseerde hoe toch eigenlijk rampzalig het is dat we nog geen nieuw kabinet hebben, want een pilot professionalisering van de lokale omroepen en Sleutelstad maakt daar gebruik van. Die pilot dreigde per 1 december af te lopen. En dat betekent toch een zware slag voor de lokale omroepen. Paul heeft toen beloofd dat hij dat in de Tweede Kamer aan zijn collega's aan de orde zou stellen. Dat is gebeurd en afgelopen maandag is er kamerbreed een motie aangenomen, en daar zijn we heel blij mee, dat in ieder geval de pilot nog 3 maanden wordt verlengd. Dat betekent dat het nieuwe kabinet alle kansen krijgt om de professionalisering van omroepen als Sleutelstad, om dat door te zetten. Dat heet lobbyen. Ja. Cor, wat vind je daarvan? Van lobbyen? Ja, het ligt eraan wie, wat en hoe. Hè? Ja. Ik bedoel, dit soort beïnvloeding is toch iets anders dan de draaideurpolitici zoals we die de afgelopen maanden in Den Haag hebben zien opereren. Kijk, de mening is al direct. Geen probleem. Is al direct gezet. Cor, we gaan het met jou niet hebben over de nationale politiek, hoezeer je dat misschien zou wensen. Maar we gaan het hebben over Leiden, over de Leidse geschiedenis en over jouw rol daarin vooral. En dat is dan toch wat ik dacht, jij komt uit de krochten van Leiden, daar kom je vandaan. Maar je blijkt een hele andere herkomst en afkomst te hebben. Hè? Ja, ik kom uit Schiedam, de bekende Jeneverstad van distillerijen en scheepswerven. Een beetje verpauperde fabriekstad in de oksel van Rotterdam. En toen je toch verhuisde, dacht je, dan ga ik maar naar de stad van Hartenveld, of niet? Nou, dat realiseerde. Nou, dat wist ik eigenlijk wel, maar nee. Maar ik moet zeggen, ik wilde helemaal niet naar Leiden toe. Want ik dacht van, dat is een stad van korballen, dat is een universiteitsstad. Ja. Maar toen ik hier aankwam, toen kwam ik inderdaad achter dat Leiden eigenlijk net zo verpauperde fabriekstad was als Schiedam was. Ja. Alleen hing daar in een uithoek van de stad in die tijd, hing daar nog een universiteit aan. Hè? Dat was toen eigenlijk nog maar randgebeurd, maar twee werelden. Die hing erbij. Naar mijn idee hing die erbij, ja. Ja. Dat vonden ze ook vanuit de universiteit op dat moment. Leiden hing erbij voor de universiteit. Ja, dat was dat was een verhouding die in die tijd heel snel verslechterde inderdaad. Nee, nee. Goed, maar je komt dus uit Schiedam of all places. Daar hebben we ook wat foto's van uit de jeugd. Ja, dit is wel een hele grove. Dit is wel een hele grove, ja. Hier zit je op het Lidwina Lyceum, Spieringshoek Lyceum. Ja, dat is de middelbare school waar ik heen ben gegaan. Dit was nog in de brugklas, 1966 was het lyceum. Dus in de tweede klas ging ik naar het gymnasium. Ja, ik kwam katholiek neem ik aan. Ja, Schiedam was altijd in de 19e eeuw werd dat de parel aan de bisschopskroon van Haarlem genoemd. Zeker. Omdat het eigenlijk de meest katholieke stad in Holland was. Ja. Dus dat was echt, heel lang geduurd voordat ik achterkwam dat protestanten nog steeds bestonden. Want het was echt een katholieke wereld.
Die jeneverwereld is het ook, hè? Al die jeneverstokers, ja. Al die distillateurs, dat waren ook... Maar katholiek en jenever, dat heeft toch niet alles met elkaar te maken? Ja, maar het gaat erin als... Jenever gaat erin als het... bij een ouderling juist, als het woord van de Heer natuurlijk. De hè? Dat, bij de ouderling, juist die protestanten drinken ook veel jenever. Wij als katholieken verkochten die jenever aan de protestanten natuurlijk, overal. Ja. Ja. Mijn vader bracht het ook zelf rond. Hè? Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. En die bij een distillerij. En zo reisde ik ook in de schoolvakanties ook altijd al mee door heel Nederland. Om die jenever overal te bezorgen. Oké, maar een woelige puberteit heb je toch gehad, ondanks je zeer roomse opvoeding? Nou, het was wel de puberteit in de middelbare school. Ja, weet je, dat is al na mijn puberteit. Hoewel, ik beweer nog wel eens een keertje dat de puberteit bij mij ongeveer 5 jaar geleden gestopt is of zo. vlak na mijn 60ste. Dit is uit 1981 of 82. Ja, ja. En, maar lang haar had ik zeker op de middelbare school ook. En van muziek hield ik ook, al speelde ik toen nog niet. Deze basgitaar speelde ik met een brommelband in Leiden. Ja. Okay. Een beetje alternatieve, tenminste... Nederlandstalige muziek met teksten die ertoe doen. Maar je was van jongs af aan, was je behalve muziek ook geïnteresseerd in tekenen, heb ik gezien. Tekenen, ja. Dat, want, ik tekende veel, is ja. Van jou een... Ja, nou dat is nou typisch Schiedam. Dit is de Mouterij. Mouterijen kennen we ook in Leiden. Ja, ja. Hier werd natuurlijk het graan geëest en wat vervolgens in de branderijen werd verwerkt en uiteindelijk als jenever Schiedam uitstroomde. Ja. Deze tekening die heb ik toen gemaakt omdat deze mouterij was toen gekraakt door een groep jongeren. Want de gemeente Schiedam wil altijd alles met grond gelijk maken. Dat is heel erg geweest. Ja. En die hele brandersbuurt is verdwenen daar zo. Het was natuurlijk ook diepe armoede, maar ja, en dat wilden ze zo snel mogelijk vergeten. Maar de jongeren hadden zoiets van, kom op, dat is een prachtig pand. En die zijn daar wat alternatieve activiteiten in begonnen. Toen heb ik deze tekening gemaakt. Oké. En toen, maar je bent toen ook op het Lidwina College of Lyceum precies, ben je afgestudeerd, zou ik maar zeggen. En toen ben je naar Leiden gegaan? Ben ik naar Leiden toegestuurd, inderdaad. Ja, ik ben... Wat ik zei, ik wilde eigenlijk hier helemaal niet heen. Het leek me een rechtse stad met alleen maar korfballen. Maar dat leek toch even iets anders te zijn dan ik dacht. Daar hebben wij ook een foto van, dat het even iets anders was. Ja, dit zijn mijn medestudenten. Ik zit daar zelf ergens op de tweede rij. En dit zijn een aantal mensen van het... Een aantal hiervan zijn ook van het historisch actiecomité, want al op de middelbare school was ik via de Oranje Vrijstaat, de kabouterbeweging 1970, al actie aan het voeren. En op de universiteit deden we dat nog steeds. Maar dit was een wetenschappelijk congres in Engeland en het onderwerp daarvan was oral history. Wij hielden ons dus al heel vroeg bezig met juist het verzamelen van verhalen, interviewen met oudere mensen en die verhalen optekenen. Want ik denk dat wij daar in zeg maar 76, 77 mee zijn begonnen. Een heel aantal van deze mensen zie ik nog steeds regelmatig. Hier zo met die lelijke bek daar zo. Dat is Sjaak van der Velde, bekend stakingsdeskundige in Nederland. En José Niekes, hier helemaal links, daar zit ik nu nog steeds mee in een... regionale website. Je zou dat een soort geleerde actievoerders kunnen noemen? Of? Geleerde actievoerders. Ja, het was natuurlijk voor een deel was het echt op de universiteit actievoeren. Maar wij stonden niet alleen voor de studentenbelangen. Wij hebben ook altijd juist aansluiting gezocht bij het hele maatschappelijk gebeuren. Dus wij wilden niet alleen maar bezig zijn voor het verbeteren van de... collegegeld, weet je wel, dat was toen een heel groot item in de studentenbeweging. Daar hielden wij ons niet zo mee bezig. Wij wilden vooral ons vak, geschiedenis, ervoor zorgen dat dat betekenis had voor zeg maar de gewone mensen, het volk. En zo ben ik dan eigenlijk ook bij die Leidse geschiedenis terechtgekomen. Precies, want je bent in Leiden natuurlijk gewoon... Je bent eigenlijk een beetje de stadshistoricus. Dat kan je zelf misschien niet zo gemakkelijk bevestigen. Maar dat ben je wel.
Ja, als we dus kijken naar hoe je je verder ook wetenschappelijk hebt ontwikkeld, dan is het eigenlijk, nou, twee dingen zijn heel bijzonder. Je bent heel laat gepromoveerd. Ja. En je bent in Utrecht gepromoveerd. Ja, lachen, hè? Of all places. Ja. Ja, daar hebben we, nou ja, ik wil niet zeggen helaas, maar daar hebben we wel beelden van in ieder geval. Ja. Dus even kijken. Nou ja, kijk, ik ben in Utrecht inderdaad gepromoveerd. Oh, ja. Ja, daar komt hij. Ja. Dat is mijn promotor, Lex Herma van Vos. Mm-hmm. Je ziet trouwens wel Leids aanwezigheid. Rudy van Manen zit naast hem. En ja. Aan de andere kant zie je Hans Blom ook zitten. Want die zaten in mijn promotiecommissie. Precies. Dus ik heb Leiden er wel bij gehaald. Want links zie ik ook nog een bekende Leijenaar. Dat is Jan. Ja, Jan Laurier natuurlijk. En mijn andere paranimf was die José Niekes die ik net al aanwees. Ja. Dus dat zijn allemaal hele goede vrienden. Ja, dus eigenlijk een Leidse promotie in het hol van de vijand. Ja, maar ja, weet je wat het is, toen ik op een gegeven moment, kijk, dat is in die, dat is zo'n prachtige... Een statieportret. Een statieportret in Utrecht. Ja, het was zo, ik ben eigenlijk al vanaf 87 was ik al bezig met het onderwerp. Het was eigenlijk een plannetje wat ik ooit met Jan Laurier heb opgevat om het uit te zoeken. Vertel het onderwerp. Het onderwerp was kinderarbeid. Mm-hmm. En de directe aanleiding was dat het in 1988, 125 jaar geleden was, dat een aantal Leidse fabrikanten een adres hadden gestuurd, een verzoekschrift aan de koning, om wetgeving met betrekking tot kinderarbeid in te stellen. Mm-hmm. Hoe zat dat? Dat wilden wij uitzoeken. Vooral omdat in dat moment, het was natuurlijk, en dat is nu vandaag de dag nog steeds, een pleidooi van industriëlen die pleiten voor sociale wetgeving. Mm-hmm. Nou, in de tijd dat de afbraak van de sociale voorzieningen langzaam maar zeker al begonnen in de jaren 80, vonden wij dat wel interessant om uit te zoeken. Nou, dat heeft zich verder verbreed. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment had ik zoveel dat ik daar wel een promotie op wilde doen. Maar toen ben ik een beetje gaan praten bij de vakgroep hier aan de Leidse Universiteit. Daar werd men niet zo enthousiast. Dat was allemaal al bekend, wat niet zo is. Er was al gewoon, denk ik, 75 jaar geen onderzoek naar gedaan. En dat liep eigenlijk ook niet eens verder dan tot 1870. Dus, ja. Dus Leiden was niet geïnteresseerd en Utrecht wel? Ja, ja, Lex, ja, Lex is overigens ook Lex Herman van Vos. Dat is wel weer grappig, want die is dus de hoogleraar bij wie ik promoveer. Maar is eigenlijk ook een Leidse jongen. Ja, ja. Die komt ook uit Leiden. Die kende ik ook al. Ja, ja. Als jonge student kende ik hem al. En dus ik zei op een gegeven moment, Lex, kan ik dan bij jou promoveren? Ja, dat vond hij wel een tof plan. Ja, kan me voorstellen. Maar goed, nu hebben we het gehad over jouw studie, over uiteindelijk dan toch de bekroning daarvan in zo'n toch laat. Maar ja, ook aan alle kanten heb ik toch begrepen door mensen zeer gewaardeerd proefschrift. Ja, het is een dikke pil geworden. Maar dan is ook nog de vraag, met al dat studeren, hoe kwam jij, Jan, Korsplinter door de winter? Nou ja, weet je, ik heb natuurlijk allerlei werk gedaan na mijn afstuderen. Je bent nooit leraar geweest? Ik ben wel vakdocent wereldoriëntatie en Leidse geschiedenis geweest bij een aantal instellingen voor volwassenen educatie. Waar hele kleine baantjes. Ja. Ik heb op een gegeven moment, ik heb mijn cursus vakdidactiek nooit afgerond. En dan tegenwoordig moet je dan weer een hele uitgebreide cursus doen. Maar ja, op een gegeven moment, ik heb mij met allerlei andere werkzaamheden bezig gehouden. En heel lang in mijn vrije tijd het onderzoek gedaan. Ja. Tot pak een beet 2002, toen ik op een gegeven moment zei van, en nu heb ik wel genoeg dat soort dingen gedaan. Nu ga ik het dus proberen. Want ik merkte dat er toch wel veel vraag naar was. Ja. En behoefte aan was. Dus toen dacht ik van, nou, kan ik als kleine zelfstandig ondernemer daar wat mee doen? Je ziet hier op deze foto trouwens, is ook van mijn promotie. Oh, ja. En dan, dat is mijn moeder en mijn vriendin. En je ziet, ze is helemaal verguld. Ik was natuurlijk sowieso al de eerste in de hele familie die überhaupt ging studeren. Ja. Want het is natuurlijk, ik heb gewoon een arbeidersachtergrond afkomst. Dus wat dat betreft. Ja. Vandaar ook dat ik me wel thuis voelde in Leiden. In onze generatie komt dat natuurlijk heel veel voor. Dat is waar. En ik geloof dat we nog een foto hiervan hebben. En dat leg even uit. Dit is veel later. Dit is een jaar of twee, drie geleden. Dit zijn mijn kinderen. Oké.
Dit zijn, links is Wim en rechts is met het in dit geval roze haar. Okay. Dat kan ook blauw zijn of groen. Ja. Is het, okay. Of geel. En dat is mijn dochter Joosje. Goed. En die zitten in Japan. En zij is Japanoloog. Hij is nu docent filosofie trouwens. Okay. Cor, een gezin, verantwoordelijkheden. Is het dan toch niet sappelen om niet met een vaste aanstelling door het leven te gaan? Nou ja, op een gegeven moment leek dat de verstandigste keuze. Je moet je eigenlijk voorstellen, ja, het klinkt allemaal wat zwaar, maar op een gegeven moment, ik heb dus van alles gedaan. Ik heb buurtwerk gedaan, dus gewoon banen gehad en ik heb kinderopvang gewerkt. Mm-hmm. Erg handig als je later kinderen krijgt, daar leer je heel wat van. En ik heb in een ICT-bedrijf gewerkt. Vanaf 92 heb ik bij de gemeente Leiden gewerkt. Mm-hmm. En bij mijn goede vriend Jan uiteindelijk. Ik zat zelf een beetje in een soort van burn-out rond 2000. Door wat onverwerkt, tenminste niet goed verwerkte zaken. Mm-hmm. Ook rond, behalve die twee kinderen had ik nog, was er eerder nog een kind dat is overleden. Dat werkte nogal door. Dat speelde heel erg op een gegeven moment, gecombineerd met veel. En toen heb ik besloten van ik gooi de hele zaak om. Dus stukje bij stukje heb ik het omgegooid. Ik moet ook zeggen, we zijn toen uit elkaar gegaan. Hoewel ik in hetzelfde huis ben blijven wonen als mijn kinderen. Want daar wilde ik natuurlijk niet van weg. Nee. Kinderen zijn toch zijn zo ontzettend belangrijk. En die ga je niet in de steek laten. Dus tot een 18e heb ik daar gewoond. Maar ik heb ook gezegd van, nou weet je, ik word er een beetje gek bij de gemeente ondertussen. Misschien is het wel een goed idee om van mijn eigenlijke vak mijn werk te maken. Hmm. Kijken of ik rond kan komen. Dat is eigenlijk een beetje. Ik was toen toegekomen omdat tijdens die burn-out was mijn toenmalige directeur. Ik was vanuit de directe assistent van Jan Laurier was ik in de dienst Milieubeheer gaan werken. Hmm. En daar liep toen Pedro Peters rond. Ja. Die is er ook later bekend, hè, de woordvoerder van het openbaar vervoer de afgelopen jaren. Het openbaar vervoer in Nederland. Maar hij was toen dienstdirecteur en die zei van Cor, weet je wat, ga jij eens de geschiedenis schrijven van onze dienst. Mm-hmm. En toen heb ik Leiden met een luchtje geschreven, met eigenlijk het eerste boek waarmee ik zelfstandig geschreven heb. En dat sloeg zo ontzettend aan dat ik dacht van, nou, eens kijken of we daar wat meer mee kunnen doen. En daarna hebben we eigenlijk een stroom van publicaties van jou gezien. Ja. En toen heb je je echt ontwikkeld tot wat we dan noemen de Leidse stadshistoricus. Ja, inderdaad. En dat is dus schrijven in opdracht voor een belangrijk deel. Daarnaast ook gewoon voor mezelf. En voor mijn proefschrift heb ik nog een keertje een jaar kunnen profiteren van een beurs van NWO. Maar ik was de allerlaatste die beurs kon krijgen om een compensatie voor om vrij te kunnen zijn. Nou kijk, wat ik heel belangrijk vind is dat je je ook gewoon binnen de Leidse gemeenschap altijd hebt opgesteld als niet iemand die afstandelijk... studies, die afstandelijk onderwerpen toch op zijn eigen manier aanpakt. Maar je hebt het altijd in combinatie gedaan. En wat mij ook weer opvalt bij het allerlaatste wat ik van jou heb mogen lezen, dat is, en misschien is het ook goed als we dat nog eens een keertje echt onder de aandacht brengen, het Leidsjaarboekje. Het Leidsjaarboekje van de Vereniging Oud-Leiden. En dat is eigenlijk een club waar iedereen lid van moet zijn. Want je krijgt niet alleen dat je 4 maal per jaar zo'n interessant, geweldig interessant boekje krijgt, maar je krijgt ook ieder jaar het Leidsjaarboekje. Daarin heb jij alweer met jouw goede vriend Jan Laurier een studie gemaakt over, zeg maar zelf waar het over gaat. Dat artikel gaat over de Spaanse griep, inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk, een parallel die je snel zoekt. Ja. Laat ik eventjes vooropstellen. Ik zoek in mijn werk altijd verbinding met de actualiteit. Ja. Geschiedenis is voor mij geen zaak die puur van het verleden is. Nee. Geschiedenis heeft betekenis nu. Ja. Het geeft betekenis, het verklaart hoe dingen zijn gekomen. Het geeft inzicht hoe dingen zijn ontwikkeld. Je leert begrijpen wat er aan de hand is. Mm-hmm. En ik zoek altijd de verbinding met de praktijk. Of het nou om armoede gaat, volkshuisvesting,
Bioscience Park, kinderarbeid. Ik zoek altijd. Dus we hadden op een gegeven moment, hadden Jan en ik ook zoiets van, ja, we zitten nou met die epidemie, laten we eens kijken van hoe zit dat nou met epidemieën vroeger. We hebben toen een heel serietje geschreven voor het Leids Dagblad. En dat verhaal over de Spaanse griep hebben we toen uitgewerkt tot dit artikel. En die Spaanse griep, dat is zo'n 100 jaar geleden, ja. Zeg maar aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En daarvan gaat altijd het verhaal, heb ik begrepen, dat er meer slachtoffers van de Spaanse griep zijn geweest in die tijd dan slachtoffers van de gehele Eerste Wereldoorlog. Klopt dat? Nou, weet je, dat zou heel goed kunnen, maar de schattingen daarover lopen nogal uiteen. Het gaat om wereldwijd, ja. Varieert de schatting van 40 miljoen tot 100 miljoen doden over de hele wereld. Dat hebben we met COVID nog niet gehaald. Dat hebben we zeker niet gehaald en dit eigenlijk allemaal in anderhalf, twee jaar tijd, hè, moet je je voorstellen. Dat is wel een groot verschil. In feite was het hele Spaanse griepverhaal na twee jaar afgelopen. En eigenlijk laten we tegenwoordig praten weer over de Spaanse griep. Maar ik bedoel, iedereen was het in 1922 al helemaal vergeten hoor. Toen waren de Roaring Twenties. Toen gingen ze feest vieren allemaal met elkaar. Ja. Dus je ziet ook, daar ben ik ook altijd heel sceptisch over van wat nou een blijvende invloed is van zo'n pandemie en zo. Ja, ja. Het is maar de vraag, want het is vaak hoogst het versterken van bepaalde ontwikkelingen die er toch al zijn. Kijk, waarom spreken we wel van de Spaanse griep en mag Trump niet zeggen de Chinese ziekte? Nou ja, weet je, het maffe is natuurlijk dat de hele Spaanse griep helemaal niet uit Spanje komt. Oké. Hij komt namelijk hoogstwaarschijnlijk, dat is discussie, uit Amerika. Dat is nog veel erger dus. Maar het punt is, hij verscheen dus terwijl de Eerste Wereldoorlog nog doorging. En met name aan beide fronten onder de soldaten. Er waren echt honderden duizenden mensen soldaten ziek geworden. Ja. Maar dat mocht niet over geschreven worden. Dat kwam niet door de censuur heen. Mm-hmm. Dus alleen maar in het neutrale Spanje werd er over geschreven. En vandaar dat toen de Spaanse ziekte of de Spaanse griep werd genoemd. Niet omdat het in Spanje was. Nee. Het was in eerste instantie aan het front. Ja, precies. Als je het vergelijkt met corona, dat bijvoorbeeld in Leiden. Hoe hard sloeg de Spaanse griep in Leiden toe? Nou, weet je, harder dan COVID als je gaat kijken naar het aantal dodelijke slachtoffers. Ja. Ik bedoel, ik heb dat voor 1918 en dat is de hoofdmoot van de epidemie, van de pandemie in Nederland. Becijferd op zo'n 220, 230. Ja. En dat op een stad die half zoveel inwoners had als Leiden nu. Nou, daar komen we echt nog lang niet aan na twee jaar. Dus, maar ja, het is natuurlijk ook gewoon, we hebben nu veel meer medische middelen. We hebben ook natuurlijk meer weerstand sowieso, omdat we beter gevoed zijn, beter gehuisvest zijn. Ik bedoel, vergeet dat ook even niet. Hè? Die omstandigheden waren slecht en zeker in die naweeën van de Eerste Wereldoorlog, dat er overal tekorten waren. Dus dat sloeg er wel aan toe. Het sloeg wel behoorlijk toe. Cor. Ook even vanwege de tijd. Ik wil nog even met je naar de toekomst. Is na dit artikel in het Leids jaarboekje van de vereniging Oud-Leiden, nogmaals worden er allemaal lid van, dames en heren. Is dat zo ongeveer het laatste? Want je bent nu toch wel zo ongeveer enige tijd al dreestrekker, denk ik. Moet je horen, Ton. Het feit dat ik nu dreestrekker ben en een klein pensioentje van mijn tijd bij de gemeente heb, betekent gewoon dat ik financieel eindelijk een vast inkomen heb. Want het is sappelen als kleine zelfstandige, hoor. Dat houdt niet over. Zeker. Dus het was heel sappelen. Maar dat betekent dat ik gewoon de vrijheid heb om te doen wat ik zelf wil. Ja, ja. En daar zit allerlei historisch onderzoek bij. Mm-hmm. Ik heb nu nog een mooie klus lopen voor de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen. Echt heel fascinerend. Het is natuurlijk de andere kant van kinderarbeid waar ik op gepromoveerd ben. Hè? Ja, het spelen van de kinderen. Ja, ja, ja. En dat vind ik ook heel fascinerend. Dus nee, ik ben voorlopig nog niet klaar. Er moet nog een boek komen, een publieksuitgave van de fabriekskinderen. Maar ik ga dat misschien uitbreiden met op het platteland. Ik ben ook veel met
regionale geschiedenis bezig. Ik hou veel lezingen ook in de streek. Pas nog in Leimuiden bijvoorbeeld. Krijg ik heel veel verhalen terug over hoe het was als kind op de boerderij. Dus dat komt erbij. Met die spelen, ja, kinderen in de openbare ruimte. Dat is natuurlijk al. Kijk, tegenwoordig, nu op dit ogenblik in de COVID, heeft iedereen klaagt er, zegt van. Triest voor die jeugd van tegenwoordig. Nou, ik durf te wedden, over 5 jaar begint iedereen weer te zaniken over die vreselijke jeugd van tegenwoordig. Want dat doen ze altijd. Dat doen ze al sinds de Griekse oudheid. Klagen ze over de jeugd van tegenwoordig. En dat zit een stukje spanning tussen de kinderwereld, de jeugdwereld en de volwassenenwereld in de openbare ruimte in de stad. Nou, daar wil ik gewoon ook nog een mooi boek over maken. Als men, een boek daar. Ja, dat wil ik zeker verder na de onderzoek naar doen. Er zijn echt veel niet te vinden. En vind je daar dan makkelijk een uitgever voor? Dat gaan we dan wel zoeken. Hè? Ja, oké. Ja, dat is natuurlijk anders, want ik schrijf een opdracht hiervoor en dan. Want hier ligt van alles uitgestald op ja, deze dit is tafel. Mijn laatste boek over bioscience. Dit zijn trouwens mijn allereerste dingetjes van. Wat wij als geschiedenisstudenten in de jaren 70 met Leidse geschiedenis zijn gaan doen. In het Vrije Tijdscentrum was dat oorspronkelijk nog. Ja, normaal moet deze tafel smetteloos zijn, dat weten de kijkers. Maar we hebben gezegd, nou, als je nou toch wat meeneemt, neem dan maar gewoon zoveel mogelijk mee. Dan kunnen de mensen. Heleboel foto's en dergelijke. En inderdaad een paar van die boeken. Nou ja, ik ben toch wel van plan, ik ben ook aanspreekbaar. Ik vind het leuk om met mensen te praten. Stel dat mensen. In aanleiding van deze uitzending zeggen van wij willen hem ergens voor uitnodigen. Hoe vinden ze jou? Nou, gewoon via mijn website die nog steeds in de lucht is, hoewel al 15 jaar niet geactualiseerd, maar er zit wel een contact e-mailadres op, dus die kan je gewoon gebruiken. Okay. info@korsmithistoricus.nl. En wat zou dan een onderwerp kunnen zijn wat mensen interesseert? Stel, je woont in deze regio of in Leiden. Ja, maar ik praat inderdaad. Weet je, als je al zoals ik zo lang bezig bent met de stadsgeschiedenis, heb je zo'n brede kennis opgedaan. Ja. Ik ben begonnen als historicus van de 19e en 20e eeuw, sociale economisch. Ik heb boekjes geschreven over de stadsrechten van ontstaan. Ik bedoel aan de middeleeuwen, ik bedoel over de Hooglandse Kerk. Ja, ik bedoel. Dus breed, en er zijn dingen die wat minder aanspreken. En mensen kunnen dan ook aangeven van ik ben geïnteresseerd in, en jij vult dat dan verder. Het ligt erom wat ze precies willen. Ja. Maar ik vind het altijd leuk om ermee bezig te zijn. Praten kan nooit kwaad. Nee. Ik spreek de laatste tijd vrij veel mensen die met iets bezig zijn, iets begonnen zijn. En die komen dan een beetje ter oriëntatie praten. Wat is ervan? Wat kan je erover vertellen? Dat draag ik graag over. Ja. Een lezing vind ik prima. Ik word vaak gevraagd als spreker. Okay. Het liefst over dingen waar ik wat van af weet. Oké. Nou ja, en dat is heel veel als het gaat. Om Leidse zaken en om de Leidse geschiedenis. Ook de contemporaine, de hedendaagse geschiedenis. Ja, nogmaals, ik vind juist probeer altijd geschiedenis met de actualiteit te verbinden. Of dat nou, zeg maar, de pogingen zijn van buurtbewoners om hun buurt te behouden. Of de ontwikkeling van het Bioscience Park te pushen en dat soort dingen. Dat maakt mij niet zoveel uit. Maar die actualiteit, of inderdaad armoedekwesties in Leiden gaan mij aan het hart. Ja. Dus je hebt Leiden natuurlijk meegemaakt in zijn ontwikkeling. Ja. Ik bedoel, toen jij naar Leiden kwam, was Leiden een arme stad. En op dit moment is Leiden een stad vol belofte. Zo mag je het toch misschien wel zeggen. Ja, dat is zeker zo. Het is een waanzinnige metamorfose. Die Leiden ondergaan heeft. En ik bedoel, ik denk dat voor heel veel jonge Leidenaren kunnen zich niet voorstellen wat voor een vreselijke griebus verpauperde zooi Leiden in 1975 was. En, 1980. En dan moeten ze dat maar eens aan hun grootouders of aan hun ouders vragen. Precies. Precies. Maar het is ook gewoon. Maar ik wil dan altijd toch nog opmerken van er zit ook in deze hele rijke stad zijn er altijd nog mensen die heel in de knel zitten. Precies. Wij hebben tegenwoordig een oververtegenwoordiging aan de allerhoogste inkomenskant. Ja. Maar nog steeds ook een oververtegenwoordiging aan de onderkant van de samenleving. Dankjewel, Cor. Want daar heb je volstrekt gelijk in. Ik wil je bedanken dat je met deze kanttekening, want dat is ook een hele belangrijke, we dit gesprek gaan beëindigen. En ik wil je daarvoor geweldig bedanken. Volgende week
weten we niet zeker of we Rens of mijzelf weer mogen aantreffen. Maar, ach, beste kijkers, u merkt dat vanzelf wel. Cor, bedankt. Niks te danken, Ton. Dank je wel.